Hey, wat goed. Kijk eens, dit zijn ze dan. Tim zit volgens mij op heel op judo gezeten, toch Tim? Ja. Hoe lang? 2 jaar. En toen was ik 2 jaar niet en toen wel weer even. Zullen we maar eens gelijk die beker pakken, want als iemand 2 jaar op judo hebt gezeten... En jij hebt het nog nooit gedaan, hè? Nee. Hij kwam al binnen van Kung Fu Fighting. Helemaal goed, hè? Hoe gaan van die mannen binnen vandaag? We gaan ze gewoon allemaal 1 voor 1 op de rug gooien. En dat is gewoon judo? Dat is judo, ja. Oké, werpen en punten scoren. Ja. Het is natuurlijk heel belangrijk dat als je gegooid wordt, dat je je val kan breken letterlijk. Want anders dan val je heel hard of dan klap je met je nek naar achter. Je zakt door je hurken en je houdt je kin op de borst, laat je achterover vallen en je slaat met je handen. En die kin op de borst is heel belangrijk, hè? Heel belangrijk. Anders dan klap je met je nek naar achter. Kin op de borst, naar achteren en afslaan. Goed zo. Kijk, kin op de borst. Ah, okay. We gaan nu door met de worpen, want we gaan natuurlijk niet te lang stilstaan bij het vallen. Want ik ga ervan uit dat we helemaal niet gaan vallen. Dus we gaan mijn favoriete techniek doen. Ogoshi heet die. En dat is Japans voor heupworp. Ogoshi? Ja, ogoshi. Ogoshi. Ja. Mag ik hem bij jou even voordoen? Ja. Je hebt hier je hand en de andere arm heb je hier bij de mouw. Ik ga met mijn rechterbeen schuin naar voren. En ik stap met links erachter en terwijl ik naar achter stap trek ik mijn arm omhoog. Wie wil er graag met mij stoeien? Wij tegenover elkaar. Zo. 1 punt. Trek het tegen je aan. Hoppa! Ken je die lange lat lift? En goed zo. Ja, super. Yes! Lach hoog. Toegekomen aan de finale. Michael, gaan we die finale spelen? 3 keer 1 tegen 1. Ja. Elke partij kunnen we punten scoren. En uiteindelijk, wie de meeste punten heeft, wint de battle vandaag. Sanne, hoe gaan we ervoor zorgen dat dit alles wel eerlijk verloopt? We hebben vandaag een Olympische scheidsrechter met ons meegenomen. Wauw. Dus die gaat dat eerlijk beoordelen. Applaus voor de scheidsrechter. Ja. Dan mogen jullie naar je positie gaan. Voor. 3. Gaat je mee? Kom, Serrano. Ja, goed, Nadia. Goed. Eerst het niet nemen. Kom op. Naar voren, Serrano. Naar voren. Ja! Ja! Nee. Oh. Meteen dat je het is. Je mee. Pakken, pakken, pakken. Ja, goed. Goed zo. Kom op. Heel goed. Ja, deze heb je weer. Dit is voor jou. Laat niet eruit, Jules. Kom maar. Probeer naar voren. Kom maar. Heb voor jou. Voor jou. Ja, door. Ja, leg neer. Nee. Nadia, echt doorgaan. Je stopt steeds. Nee. Naar voren, Serrano. Naar voren, naar voren. Ja! Zo. Oh, heel goed. Goed geknokt, man. Hey. Goed geknokt. Ik weet gewoon niet wat ik zag. Wat goed. Nou, je hebt wat te doen. Je moet veel punten. Oké, okay, man. Heel veel succes. Je kan het. Vasthouden en gewoon erop. Ja. Kom op, pak hem. Kom op. Voor jou. Goed. Aanvallen, Tim! Ja! Ja! Nee! Nu! 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 Ja! Dichtbij, Tim. Dichtbij. Kom op. Kom maar. Kom maar, Jabor. Pak hem. En haken, Tim. En haken, Tim. Buiten omhaken. Kom maar, kom maar, kom maar. Goed gedaan, goed gedaan. Gewoon van jezelf uitgaan, dan gaan we die laatste punten nog binnenslepen. Je probeert te winnen, maar als het niet lukt, zo min mogelijk punten tegen, want dan winnen we nog. Alles is nog mogelijk, hè? Gaan we voor de winst of niet? Ja. Goed zo, high five, jongen. Goed zo, zet hem op. Ja, Flap, goed zo. Ja, dat is slimmer, Piek. Heel slim, hij kan er niet bij zo. Piek, goed hoor. Ja, kijk. Tussen de benen. Weet je, veel te lang. Ja, door, door, door. Door! Ja! 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 Spannend gevecht, maar de dames hebben gewonnen.